Oh, mensen. Het gaat gebeuren, het is eindelijk zover. De Wereldbos. Zal ik plaatsen? Ik ga plaatsen. Oké, Armin Golems, doe je ding. In 3, 2, 1. Oh, oeh. Er heerst een tijd van komen en gaan, maar er is onrust in de Minecraft-wereld. En die onrust moet nou een keer over zijn. Ik heb een keer 100 Iron Golems neergezet. Die moeten gaan vechten met de Wilderbos. En die Wilderbos moet afgemaakt worden. En dat kan ik niet alleen. Daar heb ik de hulp van de Iron Golems mee nodig. Dus ik heb een mooi platformpje daar gemaakt daarachter. Ik zal het even laten zien. En daar gaat de strijd beginnen. Ik heb Obsidian gefarmd. Met die Obsidian heb ik een kooi gebouwd. Ik hoop dat het gaat werken. Ik heb geen idee. Maar dat maakt niet uit. Het ziet er wel vet uit, weet je wel. Enige probleem is dat ik nog één Witherskull nodig heb. Dus die moet ik daar nog in de Nether gaan fixen. Maar dat komt helemaal goed. We gaan die Witherbos slayen. Kijk dit dan. Hier is de arena waar alles gaat gebeuren. Ik heb er over een mooie opening gemaakt. Ik heb heel materiaal besparend gebouwd, zoals je kunt zien. Want ja, Obsidian is niet zomaar te hakken overal, weet je wel. En de Iron Golems zijn klaar voor de strijd. Die moeten alleen nog één generaal hebben. En dat wordt waarschijnlijk generaal Harry. Maar dat maakt niet uit. Dan ga ik daar even fixen. Generaal Harry moet het wel goed kunnen leiden namelijk. Ai, maar dan is het eerst even Witherskull tijd. Want zonder Witherskull kan je natuurlijk helemaal geen Witherbos verslaan. Maar goed, dat komt helemaal goed. Ik heb hier veel jungle logs. En dan ga ik veel jungle planks maken. Naar bouwblokken. En met die bouwblokken kan ik weer omhoog gaan. En ja, dan zie je zo. Dan kan ik hier weer een weg hangen. Oké, ik heb een nether portal. Ik heb nog nooit in heel mijn leven niet... de Witherbos gespawnd. Dus ik heb geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Ik heb wel eens een filmpje gekeken op YouTube van die bos. Maar ja, dat gebeurt ook maar allemaal. Ik zie allemaal explosies en zo. Oh, dat is niet de bedoeling. Maar ja, misschien wel, want ik moet hier zijn. Maar ja, er gebeurt dus heel veel in heel weinig tijd. Heel veel explosies en weet ik veel wat allemaal. Maar het ziet er wel gewoon vet uit. En nu heb je dus 100 Iron Golems die me helpen. En ik hoop ook dat hun daadwerkelijk ook wat damage gaan doen. Ik zeg, ik ga zelf wel gewoon meeschieten met wat pijltjes en zo. Maar ik zit hier... compleet vast weer, huh? Of de gat hoort er namelijk niet in te zetten, denk ik. Of wel dan? Hallo? Oké, ja. Ik ben er wel uit. Goed. Auw. Dat deed pijn, maar dat maakt niet uit. We hebben adrenaline in ons lichaam zitten. We gaan ervoor. We gaan die strijd aan. Maar eerst nog de onmogelijke zoektocht. Nee, die Witherskull. Oh, dat duurt al zo lang. Maar dan ga ik gewoon even een leuk fragmentje van jullie van maken. Tuurlijk. Dan ga ik al de tijd niet aan spelen. Oké, jongens. Ik heb al jullie energie nodig. Geef me de energie. De kracht om de Witherskulls te halen. Ik heb het nodig. Zend het door! Heb ik een Witherskull? Nee. Ah, denk je. Nee, niet omlaag. Nee, kom hier. Wow, de derde die ik sleep. Oké, jongens, ik heb heel veel geluk gehad. De derde die ik killt erop letterlijk al een Witherskull. Dus we zijn er gewoon al klaar mee. Zo, dat scheelt heel veel tijd, weet je dat. Oké, Gunther, dan moet ik de terugrit nog even vinden. Oké, jongens, energie voor de terugrit. We zijn weer bij de base. Oké, ik ga de andere Witherskulls erbij pakken. Even kijken, hier heb ik die legels goed. Dus 1, 2, 3, hoppa. 3 Witherskulletjes, kom op, man, hoppa. Dan moet ik alleen nog salsand hebben om de ding überhaupt op te kunnen spawnen. Ja, en waar heb ik salsand liggen? That's a really good question, dat weet ik ook niet. Oké, ik ga even kijken of Rudy wat te chappen heeft. En kijk eens, we hebben nog steeds niks. Oh, dat moet toch wel ergens liggen in de base, niet? Anders moet ik even terug naar de nether weer. Dan moet ik energie hebben om terug te gaan. We hebben een probleem. Ik kan geen salsand vinden. Ja, misschien nog boven in de barrels van Rudy dan, hoop ik tenminste. Nee, er ligt ook niks in de barrels van Rudy. Oh, dat is heel jammer, weet je dat. Ik heb maar 4 nodig. En hier ligt heel veel salsand. Of ja, heel veel 5, maar wel genoeg, weet je. Ah, dat gebruik ik toch bijna niet meer. Oké, ik ga zelf wel even de salsand fixen. Ga verleef, nee! Ik moet hier niet in de lava vallen trouwens. Oké, ja, ik heb het. Hey, tjallas. Of ik genoeg meenemen, dan heb ik altijd... Oké, later. Oké, ik ben terug naar B. Salsand heb ik. 3 Witherskulls heb ik. Maar dan moet ik alleen de generaal nog uitkiezen. Name tag. Hoe ga ik de generaal noemen? Ik ga toch voor de generaal Harry, denk ik. We hebben hem nodig. Geef generaal Harry aan mij support. Ik heb hem nodig. Gooi vast een like op deze video. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker even. Want daar is Harry. Oh, Harry. Ook heel blij mee. Harry en ik gaan de Witherbos verslaan met ons leger. Dus dat komt helemaal goed. We moeten even een Iron Golem uitkiezen die een beetje dichtst bij de ingang staat van de Witherbos. Waar die dadelijk omhoog gaat vliegen. Hoop ik. Ik weet niet zo goed of dat ook gaat gebeuren daadwerkelijk. Maar dat zien we vanzelf. Het is een donkere nacht. Het regent. Het weer laat ook de emotie zien. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren. Oké.
Oké. Welke Iron Golem moet ik even tot generaal uitroepen? Oké, Iron Golems, luister naar mij. Ik word aangevallen door Phantoms. Help mij, Iron Golems. Help mij. Oh nee, de strijd wordt extra spannend. Het is ik met de Iron Golems tegen de Phantoms en de Wirrebos. Eigenlijk moet ik wel even gaan slapen. Oké, dit is niet handig. Dit is zeker niet handig. En ik ben weer klaar wakker. Tijd voor de strijd. Het is lekker weer in Minecraft weer. Nou ja, weet je... Nou kun je toch wel gewoon even met een gerust hartje vechten, weet je. Want de zon schijnt lekker. De vitamine D'tjes stromen binnen. Dat is heel belangrijk trouwens. Dus ja, we gaan gewoon lekker strijden met de Wirrebos. Ik ben er weer. Harry. Wie is Harry? Wie is onze nieuwe Harry? Wie zullen we toevertrouwen als leider van de groep? Ik denk niet dat je mij moet toevertrouwen als leider van de groep. Dus ik moet even iemand anders de leiding laten nemen. Dat is misschien wel slimmer. Oké. Wie wil er een leider worden? Wie wil er een leider van de leger worden? De generaal. De generaal die ook het meest uitbetaald krijgt in Iron Blocks of Iron Ingots. Net wat je wil. Misschien als je wel een Golden Golem wil worden. Dan kan dat. Ik zorg ervoor. Maar je moet wel goed de stoet leiden. Nou, ze zitten eigenlijk allemaal maar een beetje weg te kijken. Ze hebben er niemand die zoveel zin in. Jij daar, jij kijkt. Harry. Harry loopt snel weg. Harry is bang. Harry weet niet zo goed wat hij moet doen. Oké, hij kijkt naar zijn mede Iron Golems en hij zet de toespraak te houden. We gaan ervoor, jongens. Oké, ik ga naar beneden. Ik ga mijn hokje in. Dit wordt heel spannend, hè. Dit wordt echt super spannend. Ik heb geen idee wat er moet gaan gebeuren. Oké. Salsand. Wereldskul. Bouwblokken doe ik even daarin. Misschien heb ik ze nodig. Ik weet niet zo goed of ik ze echt nodig ga hebben, maar prima, weet je. Daar. En daar. Daar eentje en hier eentje. Nou, dan kunnen we beginnen. Oh, mensen. Het gaat gebeuren. Het is eindelijk zover. De Wirrebos. Zal ik plaatsen? Ik ga het plaatsen. Oké, Iron Golems, doe je ding. In 3, 2, 1. Hoe? Ga omhoog, kom op. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Omhoog. Omhoog, er gebeurt niks. Oké, sla je gat. Gat. Oh, ja, daar is hij. Val aan, aangekomen. Oké, die leven is gek. Kijk dit. Lol, we gaan allemaal achteraan. Wat gebeurt hier, man? Ik kan niet meekijken. En hij is maar dood. Meen je niet? Wat? Oh mijn god. Oké. Harry the Legend, waar is Harry? Harry, waar ben je, Harry? Ik moet je hebben. Waar is Harry? Is Harry dood? Nee, Harry. Wat heb je nodig, Harry? Harry? Nee. Ik ga het niet zeggen. Het kan niet zo zijn dat Harry dood is gegaan voor deze strijd. Nee. Harry! Ja, Harry. Zou ik nou Harry? Nee, ik weet het niet. Oprecht, ik dacht echt dat ik even een naam zag. Nou ja, ik heb in ieder geval de Nether Star, dus een beacon kunnen we zeker maken. Maar, mensen, Harry. Nee, ik zie 3 Iron Ingots in mijn inventory. Nee. Dat betekent dat er eentje is gesneuveld. Ik moet echt even snel boven kijken. Oh nee. Generaal Harry staat hier boven gewoon nog te chillen. Hij is de strijd niet aangegaan. Ik dacht dat generaal Harry was doodgegaan met de strijd. Dus dat hij zijn leven had geofferd om de Wirrebos te verslaan met zijn leger. En hij ging in de frontlinie, maar nee. Hij staat hier boven gewoon te chillen. Kom op, Harry. Oh nee, ik had iemand anders een generaal moeten maken. Harry, je bent waardeloos geweest. Oké, Harry, je gaat dood. Je hebt het niet verdiend om te leven, Harry. Dit kon je niet maken. Je hebt heel je team in de steek gelaten. Doei, Harry. Het is afgelopen met jou. Harry, je hebt wel heel veel levens, hoor. Ja, dat kan ik niet ontkennen. Kijk, dankjewel. Sorry, andere meneer die ik in brand heb gezet. Nou. Oké, deze constructie is ook voor niks. Lekker heel veel gefarmd en zo, maar... Nergens voor nodig geweest, maar dat maakt niet uit. Ouwe, dit was echt vet. Ouwe, ik ga meer Wirrebosses hier verslaan, man. Echt, 100%. 100% gewoon.
En dat wordt lijp. Dat wordt heel episch. Wie weet, dat ging wel echt heel easy. Ik heb letterlijk zelf geen enkele klap uitgedeeld. Oh mijn god. Oké, jongens, ga uit de strijdarena. Dat was wel heel episch. Dat kan ik zeker niet kennen. Ik vond het echt vet. Het gebeurde echt super snel. Maar nou, heb ik leuke ideeën voor dit stukje. Nou wil ik hier dus een leuke vechtarena van maken. Ik wil hier gewoon lekker monsters ingooien en alles. Kan ik niet misschien nog meer dingen hier in... Zijn er nog meer dingen wat je zo kunt spannen, zeg maar, met Soul Sand en dan... Weet ik wel, andere dingen erop of zo. Dat ik mijn Iron Golem nog tegen andere beesten kan laten vechten, zeg maar. Of is dat geen ding? Dat hoor ik graag even in de comments. En dit was toch wel zeer episch. Dus als jullie nou nog niet geabonneerd zijn, dan weet ik het ook niet, jongens. Dan is het echt een steek in mijn hart. Oprecht. Ja, dit was zo vet. Ik heb er echt van genoten. Ik vond het echt leuk. Dat moet ik vaker doen, zeker. 100 Iron Golems versus de Ender Dragon. Ja, dat gaat eigenlijk niet goed. Trouwens, ook één ding, hè. Deze video... Deel die meteen met al je vrienden, met al je klasgenoten, met al je leraren op school, met je ouders, met je broertje, met je zusje, met je vriendinnetje, met je... Weet ik veel wat. Iedereen die maar kunt bedenken, met de kerstman, want het is ook wel zo goed als kerst, hè. En ik wil trouwens ook even meteen vertellen, dit was toch wel gewoon echt een flinke kerstcadeau van mij en jullie, of niet dan? Dit epische gevecht met de Iron Golems tegen de Willebos. Laat trouwens nog eventjes in de comments weten wat jullie doen met kerst. Ik ben wel benieuwd hoor. Gaan jullie nog lekker met vrienden chillen? Gaan jullie met de ouders iets eten? Gaan jullie met de familie iets eten? Gaan jullie lekker bij oma op de soep? Vertel me gewoon. Ik ben echt oprecht benieuwd. Het epische gevecht is geweest. En dit valt even allemaal buiten die andere content. Dus helaas, ik heb ook geen bordje meer. Ik heb het... Oké, ik zal het gewoon even uitleggen. Het is laat. Het is weer laat, ja. Veel te laat. Het is eigenlijk alweer bedtijd. Dus ik heb niet echt voor een snelle bordje kunnen kiezen. Ik dacht van, ik moet nog een Minecraft opnemen. En dit is toch wel gewoon banging. Dus we doen dit. Maar daar heb ik niet echt de tijd gehad om even een bordje uit te zoeken. Maar ja, ik weet nog dat de bordjes lopen voor daar. Voor hier beneden, zeg maar. Daar heb ik al wat reacties van gelezen. Maar ik heb er verder nog geen bordje van uitgekozen. Zat er wel een paar goede reacties tussen? Of ja, alle reacties van jullie zijn... Daar lieg ik. Bijna alle reacties van jullie zijn leuk. Er zitten ook een paar, ja, hoe moet ik dat zeggen, mensen in die allemaal aan het schelden zijn en zo. Ja, dat is gewoon nergens voor nodig natuurlijk. Voor deze streep, zeg maar, hoe ik dat even mooi kan fixen. Dat loopt nou. Goed mensen, dan sluit ik hem af bij deze. Ik vond het oprecht leuk om te doen. Als jullie nog meer ideeën hebben van epische gevechten en zo, laat het me zeker weten, want ik vond het echt... Echt heel dik. Ja, ja, sowieso. Ik zou zeggen, als ik het niet in een andere video nog vertel met de kerst of zo, ik weet het niet. Maar geniet van de feestdagen in ieder geval. Vooral met de kerstmis, want voor een jaar zou ik het sowieso nog wel een keer zeggen. En eens kijken met de kerstmis zelf ook nog wel. Maar goed, ik zie jullie weer bij de volgende video. Hey, laat op!